Aan de andere kant van de barricade oriënteerde districtscommissaris Olivia Domini van Marowijnen Zuidwest zich vanmorgen bij de eerste brug op weg naar Lange Tabiki. Daar barricadeerden houthakkers uit ontevredenheid de weg, waardoor er geen verkeer door kan. De kwestie heeft te maken met instructies die de procureur-generaal heeft gegeven aan de directie van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht SBB om de houtkapactiviteiten in het gebied onmiddellijk stop te zetten. Het is het recht, het volste recht van de regering als bijvoorbeeld zaken niet goed aan toe gaan om zo'n contract open te breken. Maar dan moeten die mannen het van tevoren weten dat ze alles regelen. Hout die ze nog hebben liggen, die ze ten verkoop moeten aanbieden, ze moeten de gelegenheid krijgen om dat te doen. Ja toch, maar je komt niet van de ene op de andere dag, dan stop je alles terwijl er een contract was getekend. Oké, maar wat nu de DC situatie al begrepen heeft, wat gaat de DC nu doen? Nou, ik heb gebeld, want ik heb begrepen dat het verbod van de PG komt. Domini zegt dat zij ook een gesprek wil voeren met de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, BHP. Pogingen om contact te maken met de BHP-voorzitter bleven vruchteloos. De stopzetting van de houtkap is volgens een brief ondertekend door directeur van SBB, Stanley Bettersen, in het kader van het in kaart brengen van de wet Bosbeheer en Bostoezicht. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij terug op deze kwesties.